Davina, mag ik zeggen dat die goal van jou, het was een schitterende goal, maar daar zat zeer veel frustratie in, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Ik had veel zin om wat meer minuten te spelen, maar de verloop van de wedstrijd deed dat niet zo toe. En daar ben ik ingekomen en heb ik alles gegeven, die minuten dat ik op het veld nog stond. Je hebt 5 minuten mogen meespelen, inderdaad. Je wilt meer spelen, hè, maar je komt van verre, want je bent zwaar geblesseerd geweest. Ja, ik heb 3,5 maanden uitgelegen met een knieblessure. Dus ik moet nu stilletjes aan terug, ja, mijn fysiek terug opbouwen. En het gaat wel aardig de goede kant uit. Dat is balen, hè, naast de kant staan bij dit standaard. Ja, natuurlijk. Ik ben het seizoen heel goed begonnen. Ik stond in de basis, alles ging goed. Dan kwam je op nationale ploeg op training en in een duel, ja, dan raak je geblesseerd en ja, dan is het een beetje gedaan voor een lange tijd. En nu moet ik me terug in de ploeg knokken en ja, laten zien dat ik, ja, tot de basis behoor. Maar het mooie daarvan is natuurlijk dat je de belangrijkste tijd gaat meemaken. Standaard die de titel pakt. Ja, natuurlijk. We zijn een groep. En vorig seizoen ze hebben we daarnet niet de Benelie kunnen pakken. En in dit seizoen gaat het, ja, we hebben een hele tijd een heel mooie reeks gezet met mooie overwinningen. En als we zo blijven spelen, denk ik dat ja, die Benelie-titel wel in ons bereik is. Ja, dat valt me op, hè. Tegenover vorig seizoen, nu is het meer een groep, of zie ik dat verkeerd? Jullie hangen echt aan elkaar, hè. Jullie zijn een team. Nee, vorig jaar gingen we ook als een team aan elkaar, maar ik denk, ja, we hebben nu een beperkt, niet zo'n grotere kern als vorig jaar. En ik denk, ja, we zijn toch een beetje hechter geworden dan vorig jaar, maar iedereen knokt, geeft zich meer dan 100%. Dus. En alles loopt goed, dus we moeten niet klagen voor het moment. Tot slot, hoeveel deugd deed het doelpunt? Heel veel deugd. Als ik, ja, 3,5. Normaal gezien ben ik iemand die niet makkelijk scoort en nu loopt het wel, dus schitterend.